Hij is... Oh. Oh shit! Dit ga je leuk vinden. Het is maar goed dat jij kapper geworden bent. Dat vind ik heel mooi. Nee! Goedemorgen jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier net heerlijk wakker geworden in mijn oude kamer. Oh, ik mooi gelijk een beetje het gordijn. Oh, nou dat blijft wel lekker zitten zo. Kijk hè, top. Goedemorgen jongen! Goedemorgen. Denk ik het verkeerd? Oh, ik trok aan het verkeerde touwtje. Je moest ze allemaal gebruiken. Oh. Netjes! Ja, maar dat gaat een beetje moeilijk met één hand, hè? Oh, jongens, ik heb heerlijk geslapen hier bij mijn ouders. Want zoals ik al zei in de vlog van gisteren, is mijn hele huis dus helemaal schoongemaakt gisteren. Vandaag komen ze foto's maken van mijn huis, omdat mijn huis in de verkoop gaat. En ik dacht, het is slimmer als ik thuis slaap, want dan maak ik het niet vies. Gebruik ik geen glazen. Doe ik helemaal niks daar en kan ik lekker hier gewoon slapen. Dus vandaar dat ik hier zit. Ik zit dus lekker van die wegmisbruiker filmpjes te kijken. Daar kan je echt gewoon urenlang naar kijken. Jij doet het ook vaak, hè? Ik heb het een paar keer gisteren al in. Dan zit je de hele tijd van die filmpjes te kijken. Ik mis dat programma echt op tv. Want volgens mij maken ze dat programma niet meer. Of het kan zijn dat ik het gewoon echt nooit meer gezien heb. Maar dit zijn allemaal hele oude beelden. Ik vind die smoesjes altijd allemaal leuk die ze hebben. Ja. Als ze aangehouden worden. En ook die gasten die dan echt als een randebiel naar de politie toe doen. Nou, echt niet normaal. Ja. Ik snap dat echt niet, jongens van mij. Dat je de politie helemaal voor rot schuilt en wat dan ook. Daar schiet je gewoon zo weinig mee op. Oeh, wat ruik ik voor lekkers. Ja, het zijn weer de croissantjes. Nee. Is dat standaard hier elke ochtend? Nee, niet elke ochtend. Alleen als we vrij zijn. Oh. En je hebt geluk. Lekker hoor. Lekker hè? Nee, niet doen ze jou niet in mijn bed. Hey baby. Nee. Je dacht niet dat ik dat echt ging doen. Nee. Wil je een glasje water? Nee, dankjewel. Ja, je drinkt lekker. Nee. Met de Stitch knuffel die daar zit. Weet je wat echt een voordeel is aan alleen wonen? Nou? Dat je nooit hoeft te wachten op douchen met mensen. Dat is waar, ja. Dat is echt heel irritant. Ja, ik wil niet aan douchen. Ja, maar ik wil douchen. Dat is echt een voordeel als je alleen woont. Of je moet natuurlijk meerdere badkamers in je huis hebben, maar dat hebben we hier niet. Oké, wie gaat dus eerst douchen? De winnaar die gaat. Steen, papier, schaar. Ja! Lekker. Zo, kan ik me eindelijk even lekker op gaan frissen, want ik lijk net op een holbewoner zo. Kijk wat voor apart ding we hier hebben. Dit is een waterflosser. Zet hem eens aan als je hier op drukt. Ja? Kijk, dit is voor in je tanden. Moet je tussen je tanden stoppen. Dan doe je die aan. Dan doe je die aan. En dan komt er dus een keiharde straal water uit. En daarmee kan je dus je tanden flossen. Dus dat er niet weer ertussen komt te zitten. Dat doet heel goed hoor. Je kunt hem ook harder en zachter zetten. En je kan masseren. Ja, en je hebt dus ook een massagestand voor je tandvlees. Huh? Wat apart. Leuk, hè? Ja. Jongens, wij gaan mijn probleem proberen op te lossen. En dat is hier zo met de velg. Ik heb een paar dagen geleden in een parkeergarage, super stom, kan iedereen overkomen. Het zijn echt van die rotte foutjes die je kan maken. Maar daar heb ik dus een stoepje geraakt, omdat ik het verkeerd inschatte. Vandaar deze hele schade. En nu gaan we proberen met deze spuitbus het een soort van te fixen. Kijken of het gaat lukken. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien, maar ik moet dit vasthouden, zodat we niet de auto onderspuiten. Oh jee, oh jee. Ja, kijk. Ja. Nou, ja, hij loopt dus alleen helemaal rond. Ja, ik moet verder, maar ik ga dus even kijken. Ja. Nou, het matcht redelijk. Nou, we halen het er toch maar even af. Ja. Dat zijn we ook lekker bezig, hè. Nou, we vinden... waar ik al boven was. Ja, dit shine te veel. Dus we hebben eigenlijk een andere nodig die zeg maar iets meer mat is. Net zoals de velg. Deze was nog van je Range Rover. Ja, en dat waren glansvelgen. Wij zijn echt top voor de vlog dit. Ja, maar wat ik sowieso van plan was, dat moet bij jou dan nu gewoon gelijk gebeuren. Ik wil eventjes naar de bouwmarkt. Ja, maar ik moet naar huis voor die foto's van het huis. Ja, dan ga ik nieuwe spullen halen. Nou jongens, je ziet van wie ik het heb. Nou. Grapje. Ja, laat je auto maar lekker staan zo. Ik kom met deze auto achter je aan dan. Nee. Ga ik eventjes nu met mijn auto spullen halen. What the fuck? Dit was het nog niet? Hè? Nee? Dit is het echt 2 minuten geleden gebeurd. Gadverdamme. Maar helemaal ondergekakt. Dat beest is ook ziek. Wat? Dit, net toen ik mijn auto vond, was het nog niet. Oh, volgens mij. Oh, wat echt vies groen. Nou, lekker dit zeg. Wat een lekker begin van de ochtend. Je probeert de auto te fixen en dan wordt het alleen maar viezer. Helemaal ondergekakt, jongen.
Laten we het er maar op houden dat dit de eerste poging was. Ja, we gaan eventjes echte spullen kopen nu. Sorry dat we zo aan het stuntelen zijn. Het komt echt over alsof we echt sukkels zijn. Maar dat zijn we ook wel een beetje. Het is maar goed dat jij kapper geworden bent. Dat vind ik heel mooi. Nee, maar ik zei het al. Ik wil even kijken wat het doet. Oh ja, het was even een test toch? Ik was wel bang dat het, ja. Ja, het was een test. Ja jongens, waarschijnlijk denken nu heel veel van jullie, Jill, je hebt toch gewoon genoeg geld, fix gewoon een fucking nieuwe velg voor jezelf. Nou, nee, maar dat hoeft niet. Nee, het nee, is gewoon het beste om het met een goedkope oplossing te doen. Tuurlijk. Alleen je moet wel goede spullen hebben en dat hadden we even niet. Even naar de bouwmarkt. Kijk, ik heb hem wel netjes afgeplakt. Ja, ja. Geld uitgeven, jongens en meiden, is niet altijd de beste oplossing. Vooral niet als je het ook op een goedkope manier kan doen. Ja, maar wat ik ook een comment las, jij had dan bijvoorbeeld... 95 getankt in plaats van 98. Ja. Dan zag ik een comment van, heb je zoveel geld, dan tank je 95. Ja, als je zulke dingen doet, dan hou je juist geld over. Ja, dan kan je juist... Dan word je rijk inderdaad. Ja. We zijn even naar de bouwmarkt gereden dus. Ja. Gloss hadden we net, oftewel dat is glans ja. Natuurlijk. Maar we hebben dus satin nodig. Ja, we hadden die. Oh, dit is wit. Hey, dit is wit. Nee, dit heb ik niet nodig. Oh hier, satin zwart. Maar... Oh nee, dit is groen. Wow. Hier, satin karat diep zwart. Dit moet hem zijn. Ja. Ja, want anders moeten we heel die velg glanzen maken. Heb je één linksachter glansvelg? Ja. Nee, dit wordt hem. Oké. Okay. En weet je wat ik ook nodig heb? Een beetje schuurpapier. We gaan voor poging 2 dan maar. Jongens, we zijn klaar. We hebben de nieuwe spuitbus en we gaan kijken of het nu wel werkt. Ik doe alleen even je gele remklauw ga ik nog even... Nee, dan laat die maar geel. Afplakken. Ja, oh ja. Oh ja, voordat hij een andere kleur wordt. Daar gaan we. Zo. Let's go, let's go, let's go. Gaat het nu wel lukken, ja? Ja? Oké, kom op. Ja, komt-ie. Ja, het is wel genoeg dit hoor, ik weet niet... Nee, hè? Wat? Nee, spuit hij niet? Ben je serieus? Ja. Hij spuit niet. Nee, even serieus. Doet hij het niet? Nee. Oh mijn god. Echt? Godsamme. Heb ik te lang geschud of is het gewoon een miskoop? Hij spuit gewoon niet? Of je zit mij te fucken? Nee. Hij spuit gewoon niet. What the fuck? Nou ja, we laten jouw auto staan, dan gaan we mijn auto. Oh, jezus. Ja. Wat een drama deze ochtend, jongens. Dit ding spuit gewoon niet. Hij doet het gewoon niet. Ja, dan kan ik... Wacht, er staat wel een handleiding op. Remove. Nee, kijk, remove. Oh. Nee, dat meen je niet. Jawel, remove. En dan moet je draaien, staat er. Oh, zo'n ding, ik zie het al. Ja. Gelukkig. Ja. Ja, dit is helemaal nooit. Een schroevendraaiertje heb ik nodig. Gelukkig dat je dat zag. Hoe kut komen we nu over? Ja. Even serieus. Ja, we komen er toch achter, hè? Gelukkig dat we daar niet in die zaak staan. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik zie het niet ook zitten. Dan kom je daar. Ah ja, hij doet het niet. Hij doet het niet. De ultieme test. Oké, okay, spuit in de lucht. Doet hij het? Nou, niet te veel, hoor. Ja! Ja. Oké, gelukkig. 3 uur verder. Leuk man, ik kan naar de dealer kunnen gaan in Gelderland. Ja. En nog eerder klaar geweest ook. Ja. Kijk jongens, dat lijkt er meer op. Ja. Dat lijkt er meer op. Nou, beter. Ook gewoon goed in de kleur. Kijk eens, matcht helemaal. Nou, heel de schade is weg. Het is even kutten, het nog niet helemaal, het is even kutten, het is even doen, maar het is uiteindelijk wel opgelost nu. Ja, dat ziet er mooi uit. Ja? Ja, voor een stelletje amateurs. Nou, kijk hè. Zo zie je gewoon bijna niks meer. Jongens en meiden, het is voor mij tijd om in ieder geval de auto in te stappen en naar Rotterdam te gaan dus. Ik moet in ieder geval mijn haar doen, ik moet me nog scheren. Ik heb net wel lekker even de zonnebank gepakt bij mijn ouders. Dat was wel even chill. Maar mijn moeder die is dus al bij mij thuis, want ze zijn daar dus nu foto's aan het maken voor de verbouwing. Of de verbouwing, de verhuizing. Let's go! Zo, Mr. Latolly Boy gaat ook mee. Heb je al naar je velg gekeken? Ja, prachtig. Is hij goed? Kom. Mogen we ook mee? Oh. Oké. Okay. Zo. Van wie is dit kleed? Mooi hè, mooie sprei. Jongens en meiden, er worden dus op dit moment foto's gemaakt. Iedereen moet even hier in de slaapkamer zitten. Binnen, we worden gelijk hier naartoe gevallen. Normaal gesproken gooi ik altijd mijn kat hier in de slaapkamer als ze weg moeten. Maar nu worden we zelf hier ook even gezet. Ja, en mijn krabba.
krabpaal. En de krabpaal ook, ja. Louise deed open en ze zegt hij van, slaapkamer. Ja. Nou, de andere poes zit hier ook. Maar dit is ook voor de foto's dus gedaan. Dit is niet van mij. Oh, wauw jongens. Kijk hoe strak mijn huis gemaakt is. Helemaal schoon hier. Dat helemaal schoon. Dit hier helemaal schoon. Dit hier is helemaal schoon en clean en clean en clean. Er zijn het allemaal prachtige foto's gemaakt, ook van het uitzicht. Oh, wat een huis eigenlijk zo. Nou hè. Ik heb de foto's net snel even kort kunnen zien. En het ziet er allemaal wel eens heel, heel mooi uit. Kijk, ook echt elk dingetje moest weggehaald worden. Alle sleutels, wat er zeg maar dan niet netjes uitzag, moet ook allemaal weggehaald worden. Echt van alles. Alles is helemaal strak. Het is zo fijn dat ik eindelijk weer aan mijn eigen eettafel kan eten. Oh, ik heb het zo gemist. Het was zo irritant dat de hele tijd in dat kerstdorp stond. Het was echt een leuk project, maar dit heeft ook wel weer zo zijn voordelen. Echt waar. Jongens, ik heb hier een bodywarmer vast van iemand die in mijn huis is. Jullie hebben 3 seconden om te raden wie het is. Volgens mij heb ik deze zelf gekocht. Dat weet ik niet zeker. 3, 2, 1 en... Oh. Huh? Hey! Ja, maar... What the fuck? Ja, deze heb jij inderdaad 2 dagen geleden. Dit is van je outfit toch die ik gekocht heb voor je? Ja, klopt ja. Kijk eens jongens. Ik heb me even wat anders gesteld. Over je echte eigen outfit? Ja, ja. Ja, lekker, lekker. Ja, netjes goed gedaan. Nou, ik ben benieuwd wie het goed gegaan had, wie het was. Wij zijn de auto ingestapt. Boas, die kwam ineens met een verrassing, of tenminste een verrassing. Je zei... Ik heb iets leuks. Ik vind het heel vet. Ik denk dat jij het ook heel vet gaat vinden, maar je gaat nog niet zien wat het is. Oké, dus ik ga nu naar iets toe rijden, maar ik heb geen idee wat het is. Het is 50 minuten rijden, dus ik ga er maar gewoon naartoe. En we zien het vanzelf wel. Denk ik. Ja. Dus, let's go! Jongens, wij zijn echt in the middle of nowhere aangekomen. Gast, waar de fuck breng je me naartoe? Ik heb geen idee, ik ben er nooit geweest. Of nou ja, ik breng mezelf hier naartoe, want ik rij. Maar jongens, ik heb geen idee nog steeds waar we uitkomen straks hier ergens. Maar ik ga het gewoon zien. Ik laat me lekker verrassen en we zijn er dus over 3 minuten. Nice, het is ook donker, dus je ziet ook niet waar je bent. Dat is het kut. Ik heb trouwens geen idee wie deze guy is. Heel veel. Ik heb hem alleen op Instagram gesproken. Yo bro, ik ga nu eens achteruit. ik spreek hem al een tijdje op Instagram en het is een super aardige guy. Je ziet al dat wil niks zeggen. Ja, je ziet al iets op de muur staan. Wow, wacht even. Oh shit. Dit ga je leuk vinden. Wow, gast, hoezo kom je hier ineens mee? Ja, ik weet niet, ik heb gewoon de hele tijd contact met hem. Holy shit. Sta ik goed binnen? Hij heeft 4 Ferraris besteld van volgend jaar. Fucking ziek. Oh jongens en meiden, kijk eens even waar we uitkomen. Hier zo, bam. Een paar Ferraris staan hier gewoon. Nou jongens, zoals ik zei nogmaals, ik heb geen idee waar ik dus naartoe gebracht werd. Boas die brengt me gewoon random naar een loods toe. En kijk, ze staan hier gewoon 2 super dikke Ferraris, echt niet normaal. Ja. Ja, dit is wel nice, man. Ja, dat is zo mooi, want jij hebt altijd je tv, je computer, alles staat alleen maar Ferrari staan. En nu had ik toevallig contact al een hele tijd en ik dacht van ja, dit is voor jou gewoon... Ja, man. Nou, niet alleen Ferrari's trouwens, er staan hier dus ook nog 3 Porsches, zoals je kan zien. Maar ik ben wel benieuwd wat er onder dit doek staat. Boas heeft net het doek eraf gehaald. Jongens en meiden, hieronder staat dus een 488 Pista Spider. Of hieronder, het doek is dus al af. En kijk eens aan, wat een prachtige kleur dat ook is. Niet normaal. Wat een ding, jongens. Echt bizar. Het is normaal altijd rood, maar dit is toch ook wel heel erg mooi. Ja, mijn voorkeur gaat naar rood, inderdaad. Maar als je dit ziet, het staat... Maar kijk, elke kleur staat zo wat op zo'n auto, vind ik, man. Ja, dat is waar. Niks is lelijk. Nee. Kijk die achterkant ook. Potverdorie. Fucking dik. Ik ga even instappen, jongens en meiden. Instappen blijft altijd wel dingetje. Oh, kijk eens wat prachtig. Er werd dus net verteld dat dit een telemate versie is. Telemate betekent dus eigenlijk dat er maar een soort van 1 op de hele wereld daarvan is. Die gewoon zo precies gemaakt is eigenlijk. En kijk. Carbon deuren. Gele stiksels hier. Het gele Ferrari logo. Echt het hele gele hier op het dashboard. Dit is ook helemaal Alcantara zo te zien. Echt heel erg mooi. Hier zie je het ook. Allemaal carbon hier beneden. Fucking dik, gele dingetjes. En het stuur, hè? Ja, het stuur. Geweldig. Dit is wel echt prachtig, jongens. Boas zei net ook al, je kwelt toch altijd weg van vrij. Ja, ik heb dat gewoon echt heel erg. Heel mooi. Hieronder staat een Porsche Speedster. En deze kleur is zo wow. Vet. Kijk eens. Hele aparte kleur.
Het is een totaal ander soort auto. Dit is veel agressiever, veel heftiger. Oh, ook de Papita bekleding die ik dus zelf ook heb. Dat komt echt van de oude Porsches dus terug. Het is wel grappig dat ze dat tegenwoordig allemaal in verwerken. Dat is dat midden, zeg maar, dat middenstuk. Ik mag de 488 starten. Ja, lekker hoor. Dat is wel leuk, hè. Kijk, mooi die lampen ook zo. Dit is kleppen dicht, echt waar. Weet jij hoe je dat open doet? Nee. Ja, nu zien we binnen ook even alles mooi. Ik vind het allemaal zo mooi afgewerkt bij Ferrari. Het ziet er zo goed uit allemaal. Zo. Ziek hoor. Ja. Er staat hier naast natuurlijk ook nog een Ferrari onder het doek. Dat is de 812 Superfast. Komt-ie. Boris gaat even het doek er weer afhalen. Dat vind ik leuk werk. Oh, wacht. Oh, ik wilde kijken welke kleur het zijn. Maar het is misschien gewoon. Het is volgens mij gewoon precies dezelfde kleur als deze hier. Nee, het is Potsie. Oh. Potsie. Potsie. Potsie, ja, dat is de Franse. De Blue Potsie. Dat is de Franse importeur van Ferrari. Oké. Okay. Die dan eigenlijk de kleur heeft gekregen. Dus dit is een unieke kleur. Kijk. Dus je ziet echt veel minder diepgang en alles. Ja, ik vind die wel mooier, moet ik zeggen. De rechter. Ja. Tijd om even deze te horen, jongens. Hier ligt dus een V12 in. Dat is helemaal een bizar geluid. Hij moet alleen even warm worden. Zo! Holy shit! Dat is wel een stukje harder. Dit is nog niks. Dit is nog niks. Ja. Oké. Hier bij het interieur van de 812 ziet het toch weer net even iets anders uit. Ook wel echt heel erg mooi. Wat zouden jullie kiezen? Die hier staat of de nummer 2 die? Ik ben wel benieuwd. 1 of 2? Hij is... Wow. Zeg je dat zieke shit die eruit komt ook? Ja, nou ja, los van wat eruit komt, dat geluid. Ja, gast. Wow, yo. Ja, dat is wel echt een stukje harder. Ja. Hoe lang heeft deze al niet aangestaan? Twee dagen denk ik nou. Twee dagen. Nou jongens, wij gaan weer weg hier zo. Het was een lijp verrassing. Ik had echt niet verwacht dat we dit gingen doen. Ik dacht echt dat we naar een van de springkussen of zo gingen. Of een trampoline ding of zo, weet je. Ja. Echt zo'n boos ding. Echt zo'n standaard boos ding. Ja. Nee, helaas. Maar het was wel even gaaf om te zien. Vooral die 488 Pista Spider. Ja. Welke zou jij kiezen? Die 488 100%. Ja, ik ook. Kijk, zo'n 8,5 klinkt super dik, maar... Het ziet er gewoon veel minder cool uit. Het is iets meer een oude lullenbak. Ja. Klinkt super stom, want dat ding is wel echt nog steeds super dik. Maar... Ja. Nee, ik ben het even met je eens. Ja. En nu is het tijd om te eten, jongens. Ja, we hebben allebei zieke honger inderdaad. McDonald's, wat ook anders. Hey, eerlijk, dit was jouw keus. Ja. Yeah. Zo, er staat hier wel één zieke file, jongens. Maar we gaan even lekker eten. Ik ben met iemand aan het facetimen. Wie zal het zijn? Oké, doe hem nu weg. 3, 2, 1. Ja! Je mist alleen je baard op dat ding. Ja, die moest ik er even maken ook, maar dat haar klopt ook niet. Lekker. Kijk, in mijn laad thuis ligt dus mijn iPad, mijn oplader, mijn afstandsbedieningen. Alles ligt hier gewoon, omdat het huis... Alle dieven die er zijn, in die la liggen alle nieuwe spullen. Yeah! Ja, dit moest allemaal hier naartoe, dus ook met die foto's van vandaag. Dus dit moet allemaal weer even naar zijn plek toe. Hier, hoppa, iPad moet weg hier, die hoort hier helemaal niet. Afstandsbediening van de tv, nou, die horen ook niet in je bestekla. Dit ook niet, dit ook niet. Wat is dit allemaal, jongens? Kijk, hoppa, wat hebben we nog meer? Volgens mij is dit het wel een beetje. Oh, hè? Mijn scootersleutels zelfs. Hè? Zelfs deze. Die was je zelf waarschijnlijk al een jaar kwijt. Ja. Wat hebben we nog meer? Oh, ook mijn garagecontrole van mijn auto. Nou, ik weet niet wat er nog meer in zit, maar dit was het denk ik wel. Boas is de deur alweer uit, jongens en meiden. En kijk eens, mijn twee lekkere baby's hier, mijn kinderen... ...liggen op de bank te chillen. Naast elkaar. Allebei in dezelfde houding. Helemaal uitgestrekt. Oh, godsmijne. Ik zou echt helemaal doodgaan als deze katten ooit zouden komen te overlijden. Echt mijn matties. Maar, jongens en meiden, ik denk dat ik het lekker voor gezien ga houden en mijn bed in ga duiken. Want ik ben super moe. Dus jongens en meiden, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En dat jullie genoten hebben van de dag. Ik vond het een hele leuke verrassing van Boas, dus het was super nice. En dan ga ik nu dus lekker slapen. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Ik ga de lichten uitdoen. En later!